Nou, 2012, als we letten op fysieke projecten, dan heeft 2011 ons ondanks de recessie veel opgeleverd. 300 woningen zijn er toch maar gebouwd. 115 in de Hanzewijk. Nou, reis zelf eens een keer door de Hanzewijk. En het is toch als een feniks die uit haar assen reist. Wat grauw is, plotseling prachtige gebouwen met zonnige kleuren. Een fantastische ervaring als je door die Hanzewijk heen rijdt. Nou, je ziet ook, Wetselaar is geopend dit jaar. Met een afrit. Er komt een nieuwe af- of oprit bij de N50, zeg maar. Dat is de toekomstmuziek voor 2012. We krijgen een echt treinstation. Ja, je hebt er steeds over 2012. Ik kijk ook nu even terug naar 2011. De nieuwe toren, dames en heren. Een plaatje in onze stad. Ja? En de eerste keer dat er stijgers eraf waren, ik kwam van IJsselbuiten. Ik kon mijn ogen niet droog houden. Het was allemaal goud wat er klonk. Het was een fantastisch gezicht op de stad Kampen, dames en heren. We horen een applaus voor die toren. Dat is mooi, hè? Absoluut. En daarop het geluid. En dat op een hut. Aan de buitenkant prachtig gerestaureerd. Een nieuw klokgeluid. Dus er is nogal heel wat gebeurd. Dat in tijden van een recessie, zeg maar. 2012, je noemde net zelf al. 7 december 2012. Dat is de officiële opening van de Hanzewijk. 7 december. 7, 8. Gaat u dat straks even uitvolgen? Precies. Ja. Dan zullen denk ik ook van allerlei zaken worden georganiseerd. Dat betekent dat het gemeentebestuur nog stevig aan de slag gaat. Want op dit moment kun je alleen met de koe van wethouder Veldhoen van het station Kampen naar de bewoonde wereld komen. Dus het is nog weiland, dus er moet van alles en wel wat gebeuren. Willen we zeg maar in december ervoor zorgen dat de toeristen, de reizigers uit Amsterdam, Lelystad, Dronten, Zwolle die hier uitstappen, er zijn natuurlijk ontelbaar velen, dat die zeg maar op een ordelijke manier onze stad binnen kunnen komen.